Goedenavond iedereen. Ik heb eigenlijk niet echt een inleiding voorzien, maar ik heb beloofd aan mijn dochter dat ik zou vragen of er iemand naar Hent moet, moet vanavond. <laughs> Zij, uh, Zij is bang dat ze de laatste trein zal missen. Ik weet niet of dat er iemand moet. Ze is wel opgevoed, dus. Uh, <laughs> maar, ja. Goed, je mag bijna, want ik heb geen inleiding. <laughs> um, ik ben Greet Gielens en ik ben getrouwd met Johan. En um, ik wil jullie in de volgende twintig beelden vertellen hoe ik ertoe gekomen ben om begrafenisondernemer te worden. En um, ik wil jullie iets vertellen over mezelf, iets over mijn inspiratiebron en iets over onze onderneming zelf. Wij hebben samen zes kinderen, die zijn ondertussen bijna allemaal volwassen. En zo kregen Johan en ik wat meer tijd, ruimte en energie om na te denken over ons nieuwe concept. Momenteel ben ik nog kleuterleidster. Ik werk in een school in Klimop in Oostkamp. Um, ik ben nu mijn laatste schooljaar begonnen, dus ik zal dat ook uitdoen. Een zeer leuke werkplek en ik weet nu al zeker dat ik het zal missen. Maar het is nu of nooit voor mij. Nu wil ik iets vertellen over mijn inspiratiebron. Al van jongs af ben ik eigenlijk gefascineerd door de dood. Dit is een foto van het broertje van mijn moeder, die stierf op vierjarige leeftijd na een ongeluk. En ik was daar enorm door gefascineerd. Mijn moeder moest dat altijd opnieuw vertellen. Dat kind was gestorven na een ongeval en was, was thuis opgebaard, wat heel normaal was in de jaren veertig. Mijn moeder vertelde altijd dat ze als broers en zussen rond dat lichaampje zaten en daar elke dag verse bloemen legden en dat er daar familie was, dat daar buren waren. En um, dat er heel veel verdriet was, maar dat dat ook gedragen werd. Een heel ander verhaal is het verhaal van mijn vader, een kleine dertig jaar geleden ondertussen. Hij stierf na een lange, slepende ziekte. En um, op het moment dat hij stierf werd hij opgehaald, werd hij naar het mortuarium gebracht en we konden hem bezoeken van drie tot zeven. Voor mij was dat zeer kil en koud en zo wilden wij het zeker niet. Een andere inspiratiefilm is de Japanse film Departures. Um, daar worden prachtige rouwrituelen in getoond. En um, het is ook een beetje een gevecht van een idealist die, die heel veel weerstand ondervindt van zijn manier van opbaren en ondernemen. Een andere inspiratiebron is de serie, Amerikaanse serie Six Feet Under. Dat is helemaal anders. Het gaat over een. Um, Familie van begrafenisondernemers, maar wij haalden er heel veel inspiratie uit, omdat de meest bizarre vragen daar gesteld werden naar uitvaart toe, en um, er werd ook gesproken over een groene begrafenis. Dit alles leidde ertoe dat ik de cursus leekverzorging ging volgen. Ik wou eigenlijk gewoon thuisopbaringen doen. Ik heb dat ook gedaan, en uh, mijn leraar toen zei: als je daar ooit iets wilt doen in die sector, dan ben je daar niks mee. Je zou beter de cursus begrafenisondernemer volgen. Ik heb zijn raad opgevolgd. Ik ben toen begonnen met de, de tweejarige opleiding bij Sintra West. Ik heb daar heel veel geleerd. Dat gaat van erfrecht, naar wet op de leekbezorging, gesprekken met familie voeren, organisatie van de uitvaart, rouwbrieven leren opstellen, um, rouwprentjes opstellen, ceremonie leren leiden. Um, Oh ja, eigenlijk Van alles bezoeken aan crematoria, aan um, ondernemers, aan uh, een beurs. Dit alles was zeer, zeer klassiek. Ik was uiteindelijk echt verontwaardigd dat, dat, eigenlijk, dat er daar geen andere ideeën kwamen. En nu wil ik iets vertellen over ons concept. Um, wij hebben eigenlijk vijf belangrijke pijlers. Een eerste pijler is wij willen een zo groen mogelijke begrafenis. Um, wij willen eigenlijk een uitvaart met een zo klein mogelijk ecologische voetafdruk. Hier zie je een lijkwade. dus wij zouden zeker kiezen voor natuurlijke materialen, voor seizoensbloemen, voor rood drukwerk op um, gerecycleerd papier. Een tweede piler, nee. Een tweede piler is um, kart, uh, betaalbare uitvaart. Dat is een kartonnen leikkist die je hier ziet, en ik moet daar eigenlijk niet veel uitleg bij geven. Dat prijskaartje, dat het is helemaal anders is dan een klassieke kist. Een derde pijler is, wij willen pluralistisch zijn. Want eigenlijk kennen wij nu de katholieke uitvaart en de burgerlijke uitvaart. Maar wij willen er ook zijn voor mensen met heel andere wensen, zoals uh, als boeddhisten komen of moslims of um, joden. of ik zeg maar iets Wat binnen het wettelijke kader mogelijk is, zullen wij proberen te doen. Een vierde pijler is het esthetische, vind ik ook belangrijk. Hier zie je een urn van een Limburgse keramiste en een kinderkistje. Er bestaan heel prachtige zaken eigenlijk in die uitvaartwereld. En dat prijskaartje zijn niet anders dan die klassieke zaken. En een vijfde pijler is um, het sociaal-maatschappelijke. Sociaal Wij kiezen dus voor thuisopbaring. Maar ook als je bijvoorbeeld een dienst wil aan zee, of in het bos, of in je tuin, zelfs of, of in je huis als het om een intieme begrafenis gaat. En um, nu ga je nog twee foto's in. Het is een foto van Simon Venkenoor, de Nederlandse dichter. Dit is een vrij recente foto. Hij ligt thuis opgebaard, wat in Nederland eigenlijk vrij gewoon is. Maar je ziet ook um, kinderen komen daar ook, die raken ook dat lichaam aan, wat eigenlijk heel normaal is. Je ziet hier de weduwe staan in het paars. Je ziet dat er daar heel veel volk is. Er is daar ongetwijfeld koffie en thee en wijn. Um, dat mens wordt eigenlijk omringd en wordt gedragen door, door vrienden, door familie. Je ziet ook bij de kist, ik ga op mijn babbelen hoor, dat er daar cadeautjes en tekeningen in liggen en dat er daar bloemen in liggen. Op die kist staat ook geschreven. Dus het is een, allee, ik vind dat een mooi gebaar dat je er nog iets kan schrijven, een groetje naam. En tenslotte is dit onze recentste aankoop. Um, we hebben een lijkwagen gekocht, een authentieke lijkwagen uit het jaar 1961 met een nieuwe motor in. En die heeft nog echt rouwgordijntjes. Um, er is daar nog niks aan veranderd, die heeft maar vijf jaar gereden. En tot slot, de naam die wij gaan gebruiken, is doodgewoon met als ondertitel een andere uitvaart. En wij hopen startklaar klaar te zijn op 1 januari 2014. Maar wij, ver, allee, wij hopen vooral om iets in hang te zetten. Bedankt voor jullie aandacht.